Vandaag is de tijd voor de E3 Saxo Bank Classic. En deze wedstrijd wordt ook wel de Ronde van Vlaanderen Light genoemd. En ik blik met heel veel plezier voor u vooruit op deze Ronde van Vlaanderen Light. Welkom bij Koersfabriek. Laten we beginnen met het parcours eventjes te overlopen. De start ligt in Haarlembeke en ook de aankomst ligt in Haarlembeke. Maar daartussen liggen 205 kilometer die heel goed gevuld zijn. Onder andere met 17 hellingen, met daarbij een aantal grote namen. Ik denk dan aan de Taaienberg, de Paterberg, de Oude Quaremond en de slothelling de Tiegenberg. Maar ook de Steenbeek 3 bijvoorbeeld, die ook de E3-col wordt genoemd, omdat de E3 Saxo Bank Classic de enige wedstrijd is die over deze lastige helling trekt. Verder hebben we ook nog 5 kasseistroken op het parcours en ook daar een aantal bekende namen. De Paddenstraat, de Maria Borrestraat en de Varenstraat. Maar wie kan nu het zegengebaar maken in Haarlembeke? Ik neem er de startlijst eventjes bij en op die startlijst zien wij natuurlijk de grote twee staan. Wie zijn de grote twee? Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Julien Alaphilippe staat hier niet aan de start. Maar wie zal hun grote uitdager worden? Ja, dat is eigenlijk een heel grote groep. Een groep met Greg van Avermaat, Oliver Naassen. Wie zit daar nog bij? Thijs Benoot. Maar ook Tom Pidcock bijvoorbeeld. Alberto Bettiol, Zdeněk Stybar, Yves Lampaert. Ik kan zo nog wel eventjes doorgaan. Maar het lijkt vrij zeker dat Mathieu van der Poel of Wout van Aert de overwinning zal wegkapen. Zeker nadat ze wat ze hebben laten zien in de Tirreno Adriatico. Maar tegelijkertijd in Milaan-San Remo zagen we ook dat door dat stuiven daar won, dat ze beiden klopbaar zijn. Maar laten we eventjes terugkeren naar vorige jaren. Dat was in 2019 de laatste editie. Omwille van corona is er vorig jaar niet georganiseerd. Ik geef u een korte situatieschets. Er waren 8 vluchters weg van bij de start. Zij kregen een maximale voorsprong van 6 minuten. Een bekende naam daarbij, althans nu, is Mark Hirschi. En op 55 kilometer van de streep viel Bob Jungels van de Koning Quickstep toen nog aan. En kwam aansluiten bij hun. En wij komen erin over de E3-col of de Karnemelkbeekstraat. En daar zien we dat Bob Jungels het ruime sop kiest. Hij lost zijn medevluchters enkel. Mark Hirschi kan aanvankelijk volgen, maar ook dat is niet te lang. Dus, en dan gaan we naar de Tiegenberg. En daar valt Greg van Avermaat aan en dan rijden we weg met een klein groepje van 4 renners, Wout van Aert, Stybar, Bettiol en Van Avermaat. Zij gaan op jacht naar Bob Jungels en zij halen Bob Jungels in en Jungels bereidt de sprint voor Zdeněk Stybar. Het is Bettiol die probeert te verrassen, Van Avermaat gaat aan, Jungels valt terug en het is Stybar die er magistraal uitkomt en zo de overwinning wegkaapt en dat voor Wout van Aert die daar zijn entree door de grote poort maakte. En Greg van Avermaat werd derde. Alberto Bettiol, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, later dat jaar werd vierde. Ziezo, dit was het dan, de voorbeschouwing op de E3 Saxo Bank Classic. Dan rest er mij alleen nog maar te zeggen dat u de wedstrijd live kan volgen vanaf 13:30 op Sporza, op 1 en ik hoop dat u genoten hebt van deze video. Als dat zo is, abonneer u zeker op dit kanaal en like deze video. Hopelijk tot later. Dag!